We zijn naar Marokko gegaan om een film te draaien. Volgens mij had niemand echt verwacht dat het zou lukken. We zijn nu op Schiphol onderweg naar Marokko. Iedereen is door de douane heen gekomen. Had ik niet verwacht. Wow. Zelfs Mo. Wauw. Marokko, jongens. Ik zie jullie zo. Ik belde Salah om te vragen of hij een goede Marokkaanse acteur kende. Spreek je mee? En het leuke is dat Salah altijd gecast wordt voor rollen als... een drugsdealer, voor moordenaar, voor iemand die in de gevangenis zit. Ik vond het juist ook wel dope dat Florian mij een rol gaf als kapper uit Jupiter. Wauw. Monsieur Vermeulen, ik ga naar Rabat een film schieten over een kapper uit Jupiter. Niet Jupiler, dat is andere divisie. Jupiter. Waar staat je wel die bro? Dag 1, we gaan beginnen. Hey, maar wie moet er allemaal naar de kapper dan? Ik. 1. Ik kom maar. 2. Dag 1 van het schieten. Je ziet het 10 uur 's ochtends. Hawaii. We gaan dadelijk aan de film beginnen. Zodra ik mijn banaantje op heb, gaan we starten. We gaan beginnen met draaien. We wachten alleen nog op het busje met al het materiaal. Wat zijn we aan het doen? Chilling, klappen. Chilling of wachten? Wachten. Hoe laat is het nu? 2 uur. We wachten al vanaf 9 uur. What are we waiting for, man? Sound, of course. Sound? Always waiting for sound. Waar wachten we op? Tot de zon ondergaat. Equipment. Kunnen we gaan slapen? We hebben het op de Caribbean. We're waiting for the equipment. Equipment. The equipment is going to be brought to us by Johnny Depp. And the Pirates of the Caribbean. The busje komt aan. Key, de producer, die komt naar me toe. En hij zegt, Flo, het spijt me. Het spijt me echt. Ik zeg zo, nee, het is niet jouw fout, weet je. Het is niet, kan jij niks aan doen. Het is er nu, we gaan beginnen. Hij zegt zo, nee. Ze zijn de dolly vergeten. Toen hebben we snel wat in elkaar geflanst met spanbanden. En toen zijn we begonnen. Actie! Ja, het gaat heel goed. Echt boven verwachting. Maar vanavond anderhalf scène draaien. Zijn jullie aan het filmen hier zo? Hebben jullie autorisaties? Toen gingen we de eindscène draaien en daar hadden we een windmachine voor nodig. Niemand in Rabat of in Casablanca had een windmachine. Dus uiteindelijk hebben we een ventilator geregeld en niet één, ik geloof 2 zelfs. Hey, dat is echt levensgevaarlijk. We gaan weer boven jouw hoofd zitten. Je zou het in een slager kunnen gebruiken om vlees mee te snijden. Met het idee dat die ventilator voor je gezicht staat en elk moment in je gezicht kan vliegen. Alright, I'll stick a little microphone on you, so I can hear what you're saying. Oké, stop! Zeehond.
Dit is de laatste dag. In de continuïteit moet je even die ballen nog even. We hebben het echt zwaar gehad gisteren. Ik ben heel verkouden geworden. Shit is gaande, man. Shit is gewoon gaande. Laatste dag moesten we draaien met twee oude figuranten. Sharif, katlam karta mzian. Ha? Katlam karta mzian. Huda shouya. لا لا اشكون يربح هو ولا انت هو شكون عاش شكون يربح بنو rustig pak een krukje voor ze schenk een kopje thee voor ze in en ik zat even naar mijn klok te kijken want ik dacht nou dit kunnen het niet te lang maken want ze zijn zo oud. Settling camera. Zit er wel. En aan het einde van de dag zie je ze zo de heuvel oprennen. Gewoon een sprintje, Usain Bolt. Wauw. Marokkaans versie, Hassan Bolt.